wilde in deze uitzending van Vandaag Geen Tijd. Johan, Eus, René en natuurlijk Emiel. Je bent boos, begrijp je? Je bent echt boos. Ja, ik ben erg boos. Ja. Ik ben erg gekwetst ook. Waar komt dat door? Ja, de woke-gemeenschap is weer bezig, Johan. Maar ze doen ook wel eens goede dingen. Ja, nee, maar nu... Oh, ja? Oh, je weet waar ik heen ga, hè? Ja, ik eet al jaren geen vlees. Ja. Nee, er was... Ik vind het ook wel heel merkwaardig, hoor. Er werd aangekondigd dat de McCroket... Hmm? Weet je of de mensen die McCroket kennen van de... Ja, nou, okay, ja. Dat zijn liefhebbers, dat zie je zo. Ja, die houden ervan. Ja. Ja. Nee, dit is een culinaire mens. Ja. Nee, die McCroket die is vanaf nu niet meer met vlees. Niet? Nee, dus de McCroket is... vegetarisch. Dus, heb jij er ooit vlees in gevonden dan? Ja, er zit rund in. Nee, maar dat stond er al netjes op. En heel veel mensen die zien dat als een soort cultuuroorlog. Dus van ja, ze pakken nu ook al ons vlees af. Ja, en ik dacht van, ja, wat is dan het probleem? Dus ik zat te kijken op telegraaf.nl. Altijd interessante site als dit soort dingen spelen. Mm-hmm, ja. En ze hadden het over van, ja, het smaakt naar karton. Dus ik dacht, ja, ik neem wat dan mee. En, ja, misschien... Is die koud? Hij is net gebracht, ja, dat weet ik ook niet, maar... Ja, maar ik ga geen koude kroket naar binnen zitten werken. Oh, dat kun je best. Daar kan je nog jaren los van hebben. Ja, maar jij had er vroeger heel veel, hè? Want er zijn beelden van jou uit die tijd. Dat was gewoon is deze net gehaald? Dat is niet goed, gehaald. Kijk, ja, hier. Ja, nee. Ja. Maar... Geen vlees. Nee, maar ik eet die vettigheid niet. Dat is niet vet. Nee, dat is juist het ding. Jij bent grotere. Ja? Dat klopt. En proef jij vlees? Nou, dit is dus een namaak, dit. Dit is een namaak. En heel veel mensen zijn boos dat vlees is verdwenen... en dat nu dit is gekomen in de plek van de McCroket... zoals wij die kenden met vlees, rundvlees. Ja, maar Eus, het is ook een beetje de toekomst, hè? Want dat nepvlees, dat wordt dadelijk zo goed... dat je het niet meer uit elkaar kunt houden. En we zullen toch een beetje van dat vlees af moeten, hè? Maar is het een beetje als vlees, of... Ja hoor. Ik heb nooit het idee bij een kroket gehad dat ik echt heel veel vlees in mijn mond had. Jij? Jawel? Nou ja, van dobbelkroket toch wel. Jawel. Hebben ze in Turkije ook McDonald's? McDonald's? Ja, zeker. Dat is gewoon precies dezelfde gerechten. Hé, hey, René, dat was een beetje ongelukkig dat in... Nee, maar het is zo raar omdat dat je McDonald's bent en dat je een reclame maakt... en dat je bij de McDrive en dat je dan zegt van... Geen vlees eten bij de McDonald's. Jawel, maar het is een beetje je klandizie een beetje opvoeden. Nee, maar ik ben het helemaal mee eens. Er moet minder vlees gegeten worden. Eet alleen... jij nog vlees? Ja. Ja, pas nou op.